Goedemorgen allemaal, of althans, hier is het morgen nu ik dat filmpje opneem. In dit filmpje ga ik je de basisinstellingen zien die ik zet in TradingView, zodat het mij makkelijk, maakt tijdens mijn analyse. In TradingView kun je namelijk een hele hoop tekentools kun je favoriet maken. Je kunt ook indicatoren favoriet maken, zodat je er snel bij kunt. Dan zijn er nog een paar foefjes hoe je makkelijk een alert kunt zetten. Je kunt namelijk niet alleen een alert zetten op een bepaalde prijs, maar ook op een trendlijn bijvoorbeeld als die doorbroken wordt. En dat kan heel handig zijn. Ik laat je zien waarin je op welke manier je notities kunt maken. En nog een hele handige optie als je twijfelt over je analyse, hoe je in TradingView gebruik kunt maken van de ideeën van andere traders. Hè? Want die worden op TradingView geplaatst. En wat is het laatste nieuws van die specifieke munt? Alles zit in TradingView, dus dat is enorm makkelijk. In deze video laat ik je zien hoe ik dat allemaal gebruik. Mocht je nog geen account hebben op TradingView, dan kun je korting krijgen. Ga dan even naar tradingdutch.nl/tools en dan kom je op deze pagina. Bovenaan zie je een link. Als je die link gebruikt om je te registreren, dan krijg je tot $30 korting op je abonnement. Je hoeft niet een abonnement af te sluiten. TradingView laat dat niet heel helder zien. Maar als je op de pagina bent waarbij je de verschillende abonnementen te zien krijgt, scroll dan even naar beneden toe. Daar zie je ook namelijk de gratis versie. Het is wel zo dat als je serieus gaat traden en je gebruikt TradingView intensief, dat je al snel tegen beperkingen aanloopt. Dus één stapje hoger. Het pro-account is al ruim voldoende om alles goed te kunnen doen in je analyse. Je ziet hier een scherm, een heel leeg scherm. Ik heb weinig zaken ingesteld, alleen het volume staat aan. Dat zie je hieronder. Als je begint met het instellen van TradingView, dan is het handig om te weten dat je, als je een betaald abonnement hebt, dat je meerdere chart layouts kunt laden. En wat is daar het voordeel van? Dat als ik hier bijvoorbeeld een tekeningetje maak, zo, en hè, dan kan ik een analyse maken en ik denk van, ik heb ook nog een ander deel, maar ik wil niet deze analyse in de weg zitten. Dan kan ik een andere chart layout kan ik laden. Ik heb hier vijf chart layouts staan. TV3, TradingView 3, TradingView 1, wat je wil. En ik zou deze chart layout laden, dan krijgt hij ook een andere URL. Dus je kunt hem ook opslaan in je favorieten. Als je deze opslaat in je favorieten, gaat hij gelijk naar, in dit geval, TV3. En sla ik deze link op in mijn favorieten, gaat hij gelijk naar TV1. En je ziet al dat voor, ik zal de Bitcoin even laden. Dit heb ik staan bij Bitcoin op deze chart. En als ik naar die andere ga, dan staat deze streep er weer. Zo kun je meerdere analyses opslaan voor hetzelfde muntenpaar. Voor deze video ga ik verder in mijn speelchart layout. En dat is TV3. De meest gebruikte tekentools, daar zet ik een sterretje achter. En ik ga je laten zien hoe ik dat doe. Aan de linkerkant heb je al je tekentools. En dat zijn er echt heel veel in TradingView. En de meest gebruikte, zoals bijvoorbeeld de trendlijn, doe ik een sterretje achter. De arrow gebruik ik veel, doe ik een sterretje achter. En voor de rest, de horizontale lijn, doe ik een sterretje achter. En de rest gebruik ik niet heel erg veel. Dus die laat ik daar zitten. Nou zie je dit balkje ontstaan. En daar komen dus de tekentools waar ik een sterretje achter heb gezet. Die komen daar dan heel handig te staan. Nou, dan ga ik even het hele rijtje door. Wat gebruik ik hiervan? Niet heel veel, maar ik gebruik het wel af en toe. Dat is de Fibonacci Retracement en de Fibonacci Extension. Fibonacci Extension gebruik ik soms om mijn target te verifiëren. Of als ik helemaal geen historische gegevens heb om mijn target te bepalen. En de Fibonacci Retracement, op het moment dat de markt is uitgebroken en er vindt een pullback plaats, dan kan ik Fibonacci Retracement gebruiken om te kijken tot hoever die pullback mogelijk zou kunnen gaan. Dus die twee wil ik ook in mijn tekentools hebben zitten. Bij de volgende gebruik ik de brush van tijd tot tijd, maar dat komt omdat ik les geef. Ik zal straks laten zien wat daar het voordeel van is ten opzichte van bijvoorbeeld een pijltje. Een rectangle, een hele belangrijke.
om in plaats van alleen een lijn te trekken, dat je gelijk een heel gebied kunt trekken. De Circle is een nieuwe optie van TradingView sinds een aantal dagen en de Eclipse. Ik loop ze straks nog even allemaal langs van de zaken die ik belangrijk vind en waar, om te laten zien waar ik ze voor gebruik. Dus deze komen in mijn favorieten. De tekst, want ik maak graag aantekeningen in mijn analyse. En de arrows. De arrow up en de arrow down. Daarmee geef ik mijn koop- en verkoopmomenten aan. Ik weet dat je dat ook automatisch kunt doen in TradingView. Ik doe het graag op deze manier. Even kijken of ik nog patronen heb. Nee, als ik die nodig heb, dan pak ik ze gewoon handmatig. Maar hoeven niet in mijn favoriete tool. Welke ik wel regelmatig gebruik is de price range. Zodat ik even kan kijken van, is mijn target voldoende? Staat mijn stoploss niet te ver? Want dan geeft hij dat aan percentueel. Nou, dit is mijn standaard tekenbalkje die ik gebruik. En die sleep ik vaak netjes helemaal naar onder in het scherm. Zodat hij niet in de weg staat van mijn tekeningen. Ik loop ze even snel langs. De trendlijn, ja, de trendlijn die zegt het al. Je kunt de trendlijn aangeven. Maar wat ik er ook mee doe, is ik geef bijvoorbeeld mijn targets ermee aan. En daar heb ik een bepaalde kleur voor. Dan teken ik gewoon het streepje zo. Dubbelklik ik hem. Geef ik hier de prijs in van mijn target. Laten we zeggen 47.000. En dan staat dat streepje precies op die 47.000. De staal voor mijn target hanteer ik altijd een kleurtje blauw. Hè? En ik maak hem ook iets dikker de lijn. Zo. Nou, zo kun je dat naar je eigen wensen kun je dat instellen. Even kijken. Het pijltje dat doe ik vaak in combinatie met een stuk tekst. En dan zeg ik bijvoorbeeld ik heb mijn stoploss op basis van deze low geplaatst. Ik noem maar wat. Of een mogelijk instapmoment, mogelijk gebied van waarde. En dan wijs ik met het pijltje naar dat gebied van waarde. Het handige van de horizontale lijn is, ik kan natuurlijk de trendlijn gebruiken om een streep te trekken om weerstand en support aan te geven, maar kan het ook gelijk met een horizontale lijn doen. Bijvoorbeeld hierboven laat ik hem hier ongeveer zetten, klik, en dan staat er gelijk een horizontale lijn over de hele linie. Fibonacci retracement en Fibonacci extensions, daar verwijs ik je door naar een ander hoofdstuk. Daar heb ik een heel hoofdstuk aan gewijd op mijn blog ergens. Zoek even op Fibonacci op tradingdutch.nl, daar krijg je de uitleg hoe die werken. Ik vind het handig om er makkelijk bij te kunnen als ik even iets moet verifiëren. Nou, dan komt de bridge en ik denk dat ik die gebruik omdat ik lesgeef. Want met een bijvoorbeeld een pijltje kan ik een pijltje trekken, maar dan moet ik weer opnieuw op het pijltje klikken om het volgende pijltje te trekken. En als je lekker aan het uitleggen bent, is dat soms onhandig. Dus dan heb je de brush en dan kan ik achter elkaar kan ik pijltjes trekken. Ik kan ze krom trekken, ik kan een cirkeltje maken, ik kan, weet je, dan blijven ze staan, dan kan ik doortekenen. Ik kan begrijpen dat je als je niet lesgeeft, dat je dat niet gebruikt. Wil ik in één keer al mijn aantekeningen wissen, dan klik ik hier links op het prullenbakje en dan is mijn schermpje weer schoon. Nou, we weten allemaal, als het goed is, dat een weerstand- en supportlijn, het is nooit een lijn. Het is altijd een gebied. En daar kan je de rectangle heel mooi voor gebruiken. Want dan trekken we bijvoorbeeld hier in één keer een gebied. En dan geven we een weerstand en support aan. Nou, dat kan heel handig zijn. Daarnaast hebben we de nieuwe optie, de circle. En daar kan ik een gebiedje mee archeren. Bijvoorbeeld als je de... ik kan hem ook verplaatsen. Als je ergens denkt van hier ontstaat het gebied van waarde, kun je dat op die manier doen. Ik gebruikte daar ook de Eclipse voor, want dan deed ik dat zo. Nou, wat je ziet gebeuren als ik ga scrollen, dan zie je de Eclipse veranderen en de cirkel blijft ongeveer gelijk. Als ik ga verkleinen, dan verkleint de cirkel wel mee en de Eclipse verandert iets van vorm. Dus ja, het is om het even wat je prettig vindt om te gebruiken. Maar ik gebruik deze zaken wel om bepaalde gebieden in mijn analyse te arceren. Om aan te geven van, hé, hier gebeurt iets. Soms ook bij de indicatoren om even aan te geven. Bijvoorbeeld bij de stochastic, als die oversold is of undersold. Dan trek ik daar zo'n eclipsje omheen of een cirkeltje.
Om te laten zien, hè, want dan wordt mijn oog in één oogopslag getrokken naar van hé, daar moet ik op letten. En zo wil ik eigenlijk, als ik mijn analyse klaar heb, wil ik allerlei aantekeningen hebben dat als ik hem open, dat ik in één oogopslag de belangrijke punten zie. Zo maak ik meestal mijn analyses. Wat hebben we nog meer? De T voor tekst. Ja, dat moet ik dat nog uitleggen. Stukje tekst. En dan kan ik aantekeningen inmaken. Dan schrijf ik soms mijn gedachten op. Ik schrijf op basis waarvan ik mijn stoploss plaats. Soms leg ik mijn gebied van waarde uit. Hè. Som ik op welke bullish en bearish punten ik allemaal zie. En daar ontstaat dan mijn gebied van waarde uit. Nou, de pijltjes doe ik altijd op het moment dat ik ben ingestapt. Dan plak ik daar een pijltje op. Ik doe hem... Stel dat ik hier ben ingestapt, ergens hier waar die is uitgebroken. Dan doe ik hem op de dag en ik schuif hem iets naar onder. Als ik de standaard pijltjes van TradingView aan laat staan, dan doet hij dat precies op de plek waar je bent ingestapt. En dan, ja, dat vind ik onoverzichtelijk worden. Dus ik doe mijn handmatige pijltje. En op het moment dat mijn target geraakt is of ik ben uitgestapt, dan wil ik soms ook dat pijltje gebruiken. Die maak ik dan rood. Nou, out of the box hebben die pijltjes een andere kleur, maar zoals bij elke tool hoef je de tool maar te selecteren of te dubbelklikken. Dan komen er opties en dan kun je hier zo het kleurtje veranderen naar iets anders. En dat heb ik al een keer gedaan, vandaar dat ze gelijk bij mij groen en rood zijn. En de prijsindicatie tool. Als ik even wil weten van nou hoeveel is die hier gestegen, dan zie ik hier 31,25%. Soms gebruik ik dat in mijn analyse. Hè, van stel dat ik doe maar even heel snel iets. Ik maak hier even een trendlijntje. Vang me niet op deze analyse, want het is alleen maar voor het voorbeeld. Hè? Maar stel, ik zie hier iets, er is een descending triangle. En ik denk van, nou, als die hier doorheen breekt, dan wil ik wel een trade nemen. Maar ik zie hier ook al vrij snel een weerstandlijn. En dan ga ik denken van, is het mij wel waard om in te stappen? Dan kan ik ook deze tool even gebruiken. Van, nou, dan stap ik boven deze lijn in, want er moet uitgebroken zijn. Dan komt mijn eerste target daar. Dat is 2,73%. Ga ik dat doen? Of denk ik van nou, ik wacht wel tot die hierboven is uitgebroken, want dan is mijn target en mijn winst veel hoger. Zo kan je deze tool gebruiken. En natuurlijk bij het bepalen van je targets, sowieso als die hier is uitgebroken, je volgende target, dan kan je zien wat je target is. En trek je hem naar beneden, dan kan je zien wat je verlies zou zijn bij een eventueel het raken van je stoploss. Dan trek je hem naar beneden toe. En dan zie je ook de percentages. Tot zover even de tools. En de tools die ik dus gebruik. En eigenlijk altijd vooraf of direct klaarzet. Zodra ik TradingView open. Of eigenlijk, dat doe je alleen de eerste keer. En als je verder geen nieuw account aanmaakt. Dan hoef je dat niet meer te doen. Ik maak weer even het beeldje schoon. En ongeveer hetzelfde idee, dat doe ik bij de indicatoren die ik veel gebruik. Ik heb een aantal standaard indicatoren die ik regelmatig gebruik. Als ik er een sterretje achter heb gezet, dan komen ze bij de favorieten. En dat houdt in dat ze hier bij het drop-down menu komen. De tekentools die krijgen een balkje waarin de favorieten komen. En de indicatoren die krijgen een drop-down menu. Er staan nu 3 indicatoren in. Dat zijn niet de standaard indicatoren die ik vaak gebruik, want die ga ik nu toevoegen, zodat je mij kunt volgen in dit filmpje. Nou, als eerste gebruik ik in al mijn analyses de Moving Average Exponential. Ik gebruik die 3 keer. Maar in mijn favoriet hoef ik hem natuurlijk maar 1 keer in te zetten. Dan typ je hier EMA. En dan komt hij hierboven te staan, Moving Average Exponential. Hieronder zie je nog een heleboel EMA's en die staan onder community scripts. Nou, wat betekent dat nou? Stel jij bent heel technisch aangelegd en jij kunt programmeren, dan kun je je eigen indicator kun je schrijven en die kun je dan uploaden naar die community scripts. En dan kunnen andere mensen, medetraders, kunnen die kiezen. Ik maak gebruik van de Moving Average Exponential die van TradingView zelf is. Daar zet ik een sterretje voor. Ik sluit hem nu even af en dan komt hij hier erbij te staan. Daar staat hij.
Welke gebruik ik nog meer? Ik ga ze eerst als favoriet maken, zodat ze in mijn menu staan. En daarna ga ik ze ook instellen. Hè, want ik zei net al dat ik de Moving Average Exponential 3 keer gebruik. En ik laat zo zien hoe ik dat doe. Even kijken. Ik gebruik de ATR-indicator. Ik gebruik de pivot points. Heel af en toe. Pivot points. En dan doe ik de standaard. Even checken. Wat gebruik ik nog meer? De MACD natuurlijk. RSI en stochastic. Dus MACD. Dus daar doe ik een sterretje voor. RSI. Daar doe ik een sterretje voor. En stochastic. Daar doe ik een sterretje voor. Nou, dan heb ik hier een mooi drop-down menutje met indicatoren die ik allemaal kan kiezen. Dan begin ik met de Moving Average Exponential. En zoals ik al zei, gebruik ik die 3 keer. Dus ik klik hem 1 keer, 2 keer en 3 keer. Out of the box komt hij met deze instellingen. EMA 9, dus een EMA van 9 eenheden terug. Ik heb hier de 4 uur grafiek, zie ik. De daggrafiek zet ik hem even op, want dat is mijn favoriete grafiek. De daggrafiek, en dan is het dus 9 dagen terug. Hè, het exponentiële gemiddelde 9 dagen terug. Maar ja, dat is niet die ik gebruik. Hè, ik gebruik hem anders. Dus ik begin even met deze. Ik gebruik er altijd één, dat is de 200 dagen, of de 200 eenheden. En die heeft bij mij een kleurtje oranje. Vraag niet waarom, dat is zo ontstaan, maar ik hou dat consistent aan, zodat bij elke analyse mij duidelijk is wat de indicatoren inhouden. Dus dat pas ik op deze manier aan. Die daarboven, dat wordt bij mij deze kleur blauw. En dat is de EMA 50. Zo, die loopt daar. En dan deze, je klikt hier op het tandwieltje voor de settings of je dubbelklikt hem. En dat wordt de EMA 21. En die is bij mij altijd deze kleur groen. Nou, dat is eigenlijk alles wat ik aanpas als ik de EMA's instel. En die staan eigenlijk in al mijn analyses. Nou, dan heb ik nog een ATR-indicator. Die gebruik ik standaard out of the box. Dat is in dit geval 14. En dat betekent 14 eenheden terug. En wat de ATR aangeeft is de gemiddelde range van de afgelopen 14 eenheden, in dit geval dagen. Ik trade in cryptocurrency meestal, dus dan is 14 eenheden is ook 14 dagen. Handel jij nou in aandelen, dan kun je als je mij volgt, kun je hem op 10 zetten, omdat de beurs voor aandelen maar 5 dagen in de week open is. Dus wil je ook die 2 weken aanhouden, dan moet je hem op 10 zetten. He, want dat is net eventjes iets anders. Ik gebruik hem dus out of the box. En ik gebruik hem alleen bij het bepalen van mijn stoploss. Wil je daar meer over weten? Lees dan even het artikel op tradingdutch.nl/ATR. Wat doe ik nog meer? De MACD verander ik eigenlijk niks aan. Die gebruik ik standaard out of the box. En ik gebruik hem op een bepaalde manier. Maar dat is niet iets voor deze video. Dat leg ik uit in andere video's. Of als je even op mijn website zoekt naar MACD, dan kun je lezen hoe ik die toepas. De pivot points gebruik ik af en toe. Pivot points standaard. En wat ik dan daarbij instel, is even kijken bij inputs. Soms zet ik die lijn wat dikker. Hè, dan worden de lijntjes wat dikker, dan heb ik beter zicht. En soms wil ik hem wat meer op de achtergrond hebben. Dus daar speel ik mee. De blauwe, out of the box, was alles oranje en op 100%. En dan bedoel ik hiermee, onderin staat hij nu op 50%. Dat heb ik gedaan en ik heb dat ingesteld als standaard. Hè, dus ik ben al deze puntjes heb ik even geopend en op 50% gezet. En de pivot points lijn zelf heb ik blauw gemaakt en niet oranje. Zodat ik even dat verschil zie en op 50%. Nou, als ik dat helemaal heb uitgevoerd, dan kan ik defaults aanklikken. Even defaults.
En dan save as default. Als je dat doet, en je hebt hem helemaal verwijderd en je opent hem weer opnieuw, dan herinnert hij die instellingen. Hoef je dat niet allemaal opnieuw te doen. Waarom deed ik dat niet bij de EMA? Ja, omdat ik 3 verschillende EMA's gebruik. Dus ik kan er wel 1 als default opslaan. Maar dan de andere 2 moet ik nog steeds handmatig instellen. En dat is het werk niet. Bij de pivot points moet je al deze 1 of 2, 4, 6, 8, 10, 11 zaken langslopen. Dus dat is wat meer werk. Dus daar is het wel handig bij om dat te doen. Nou, number of pivot points back zet ik altijd op 2. Standaard out of the box komt hij geloof ik met 15. Ik zal je even laten zien wat er dan gebeurt. Dan staat je hele scherm vol met streepjes. En eigenlijk gebruik ik alleen maar de streepjes waar ja, de recente prijs is geweest en de huidige prijs is. Dus meer hoef ik daarvan niet te zien. Dus vandaar lekker op 2. Huppakee. Dan is mijn schermpje weer schoner. En dan laat hij maar 2 van die rijen met lijnen zien. Nou, hoe de pivot points indicator werkt, dat kun je ook weer lezen op een artikel van mijn website. Als je even zoekt op pivot points. Ik heb hem niet altijd aanstaan, soms gebruik ik hem eventjes erbij. Dus ik schakel hem nu eventjes uit, want ik wil een schone grafiek hebben. Wat gebruik ik nog meer? Stochastic en RSI. RSI is een indicator waar ik ook mee speel. Out of the box, even kijken, waar staat die? Er staat uitgeschreven deze. Out of the box komt die zo. Nee, dat is niet helemaal waar, want deze is al een keer door mij opgeslagen. Ik dubbelklik hem even en ik schakel altijd deze lijn uit, want die lijn die gebruik ik niet. En ik wil geen verwarrende zaken, dus ik schakel dat uit. Nou, verder speel ik altijd met de RSI. Dat gaat ook even wat te ver voor deze les. Maar soms gebruik ik hem dus met een van 14 dagen. Maar soms om de trend te bepalen wil ik hem ook op 250 dagen zetten. En dan kijk ik vooral naar die middelste lijn hier. Om te zien of de prijs in een uptrend zit. Hè, en hoe dat hier is gegaan of dat hij in een downtrend zit. En als ik hem gebruik om mijn entries of exits te bepalen of andere zaken, dan doe ik die instelling weer anders zetten. Even kijken. En dan hebben we natuurlijk nog de stochastic indicator. Dat is deze. En die heb ik op 20 dagen gezet. En procent K en procent D allebei op 1, omdat ik ook maar 1 lijn nodig heb om het goed te kunnen zien. Dus ik heb niet nog eens het gemiddelde van die lijn nodig, hè, wat een van die indicatoren aangeeft. Dus zo hou ik het lekker schoon. Nou, zo stel ik de indicatoren in, zodat ik ook hier een makkelijk lijstje heb. En wat ik net al liet zien bij de andere indicator. Als ik hier een instelling heb veranderd en die indicator wijzigt eigenlijk nooit meer, want ik ben daar niet continu mee aan het spelen. Zoals bij de stochastic, daar heb ik echt altijd een lengte van 20 en deze 2 op 1. Dan klik ik weer bij defaults op save as default en dan vervolgens als ik hem ooit heb afgesloten en verwijderd heb en ik open hem weer opnieuw, dan komt hij gewoon met deze instellingen. Nou, dan gaan we even verder kijken. Wat kunnen we nog meer hier in TradingView? Aan de rechterkant kun je lijstjes aanmaken. Ik heb verschillende lijstjes. Ik heb een longlist BTC. Nou, daar staan alle munten in die op mijn longlist staan tegenover de BTC. En ik heb een longlist tegenover de USDT. Hè? En zo kan ik switchen tussen lijstjes. En ik heb hier nog wat andere lijstjes die ik voor andere zaken gebruik. Maar wil ik er eentje toevoegen aan het lijstje, klik je hier gewoon op de plus. Daar typ je de munt in. Kijk je eventjes welke exchange jij op handelt. Hè, want dat is wel belangrijk dat je de goede exchange ook selecteert. En welk muntenpaar. Hè, dus tegenover de Bitcoin of tegenover de Tether of zo, tegenover de Ethereum. Dat moet je wel eventjes op letten dat je dat juist doet. En dan klik je hier achter op het plusje en dan voegt hij hem toe aan je lijstje. Wat kun je nog meer met dit lijstje? Je kunt aantekeningen maken. Ik heb net al laten zien dat je met de letter T hier aantekeningen kunt maken, gewoon op je scherm. Maar soms wil je voor jezelf wat meer aantekeningen hebben, om wat voor reden. Dan kun je dus ook met je rechtermuisknop op die specifieke munt klikken.
En dan kun je hier selecteren Add Text Note voor. Nou ja. En dan krijg je dus op een apart veld, wat niet direct door je analyse heen gaat, krijg je dus een plek om aantekeningen te maken. Dus dat kan best handig zijn. Nog een hele handige optie die hier ook zit, dat is ideas. Ben jij bezig met je analyse en je wilt graag weten wat andere traders daarvan denken, dan kun je dus op ideas klikken. En dan opent TradingView een nieuw tabblad, een nieuw scherm, waar eigenlijk alles op staat wat met die munt te maken heeft op TradingView. He, dus je hebt deze chart, je hebt technische zaken die je overigens ook aan de rechterkant beneden al hebt, he, gelijk tijdens je analyse, he, wat de tendens van de markt op dit moment is. Alle nieuwsberichten over die bepaalde munt, he, voor je fundamentele analyse. Je hebt de ideeën van andere traders, die zij posten over deze munt, dit muntenpaar op TradingView. Dus die kun je hier allemaal zien en dan kun je eens kijken, wat denken zij? Wat is hun mening? Hè? En als daar top traders bij zitten, daar heb je daar best wel wat aan. Dus dat is een hele handige optie om te gebruiken tijdens je analyse. Daarnaast heb je hieronder nog een heel veld waar je allerlei zaken kunt aflezen van wat er in de huidige markt gebeurt. Nou, dit kan je ook uitkleden. Ik heb alles aanstaan, maar je zou dus heel veel dingetjes daaruit kunnen zetten. En ja, net zolang tot die helemaal leeg is. Huppakee. Nou, dan heb je alleen dit over. En als je hem dan precies hier beet pakt, kun je hem ook omlaag schuiven. Dat is aan jezelf wat je daarmee wilt. Maar dan weet je in ieder geval van de optie af. Wat hebben wij nog meer? De alerts. Dat is de laatste, toch wel belangrijke optie, handige optie die ik gebruik. Je kunt een alert zetten op een bepaalde prijs. En dat doe je door gewoon met je muis op die prijs te gaan staan. Dan zoek je hem op, ongeveer $62,000. Klik je met je rechtermuisknop, klik je op Add Alert. Nou, standaard laat ik hem staan, out of the box. En dan krijg je dus een notificatie in je app, als je die hebt geïnstalleerd. Een pop-up. Dus dan als je op je PC inlogt op TradingView, dan komt er een pop-up te staan zodra de alert is geraakt. En de e-mail. En de e-mail vind ik weer handig, want op het moment dat ik een e-mail krijg van TradingView, dan heb ik op mijn telefoon ingesteld dat ik daar ook een pop-up krijg. Dus dan heb ik dus echt een vrij snelle bericht op het moment dat zo'n alert is geraakt. Wat TradingView altijd doet, die laat een alert voor ongeveer een maand laat hij die openstaan. Dus hij zal hier altijd een maand bij optellen. En na die maand wordt die alert voor je verwijderd. Anders zit hun systeem vol met misschien wel miljoenen alerts. Die allemaal op een bepaald moment gaan lopen. En dat is niet te doen. Nou kan het voorkomen, hè, bijvoorbeeld bij een munt als Dodge. Hè, dat jij daar bijvoorbeeld van denkt van ik wil Dodge wel gaan oppakken als die hier weer hieronder is. Dus op dat moment, als je daar een alert wil hebben, klik je met rechtermuisknop. Maar dan zul je die datum dus moeten aanpassen. Want het kan misschien wel een jaar duren of 2 jaar voordat die prijs daar komt. En dan ga je heel bewust die alert verlengen. Nou, nog een andere hele handige optie van TradingView is met betrekking tot alerts. Is dat je alert ook kan zetten op patronen en op lijnen. Dus bijvoorbeeld een trendlijn. Stel, jij hebt je analyse gemaakt en je hebt netjes je stoploss op basis van weerstand en support hier gezet. Maar je wil wel een alert krijgen wanneer deze trendlijn doorbroken wordt. Hè? Want onder het mom van trade management en de markt verandert dusdanig. Hè, het sentiment is echt omlaag gegaan met een neerwaartse druk. Ja, dan wil je misschien niet wachten totdat je stoploss geraakt wordt, maar wil je er eigenlijk al uit bij je trendlijn. Nou, dan kan je dus die trendlijn tekenen en precies op de trendlijn met je rechtermuisknop klikken. En dan Add Alert on Trendlijn. En dan eigenlijk weer die basisinstellingen. En op het moment dat ik op Create klik, dan krijg ik een alert zodra de prijs ergens, of het nou daar is, of waar dan ook, die lijn doorkruist, krijg ik die alert. Wil je al je alerts zien die je hebt ingesteld, dan klik je aan de rechterkant.
één icoontje omlaag en daar zie je de actieve alerts. Je ziet dat ik een vrij schone lijst heb, maar ik hou van overzicht, dus ik schoon vaak dingen op. Deze alert is pas getriggerd, hè? Dan zie je dat, gestopt en getriggerd. Deze alerts die staan nog. En er komt hier ook een wekkertje te staan, dan zie ik dat op die trendlijn dat ik daar ook een alert heb staan. Nou, eigenlijk zijn dat de meeste zaken die ik gebruik van TradingView. TradingView heeft nog veel meer opties die je zo af en toe ook gebruikt. Maar dit is eigenlijk het standaard basisset zoals ik TradingView gebruik en instel. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En dat je dit zo kunt over kunt nemen. Zodat je een mooie gereedschapskist hebt om je analyse te doen. Ik wens je heel veel succes. Vond je dit een leuke video? Klik dan even op like. En vergeet ook niet op de subscribe button te klikken als je meer van dit soort content niet wil missen. Succes!